presentatie gaat over de mobiele development bij nu.nl. Hoe wij eigenlijk gebruik maken van de mobiele context in hoe wij onze content verschillend presenteren. Afhankelijk van je device of het gebruiksmoment. En wellicht ook kort de toepassingen bij mobiele advertising. En hoe je gebruik kan maken, ook daar weer van de context van mobiel, om je boodschap zo relevant mogelijk te maken. Schets van het mobiele landschap van Nederland en de buitenland. Eigenlijk geredeneerd vanuit wat mobiel bij consumenten teweeg brengt, welke mensen helemaal verknocht zijn aan het mobieltje en wat ze allemaal doen. Je stelt hoog tempo, tweede helft van wat lager tempo, maar veel dieper op in. Blij dat het DDMA een document heeft opgesteld om hoe om te gaan met de privacy-vereisten die gelden voor ontwikkelaars. Er zijn genoeg dilemma's, genoeg vragen. Hoe vraag je toestemming? Wat voor toestemming heb je nodig? Wat voor andere voorwaarden zijn er vanuit de privacy-regelgeving? En het is heel goed dat daar wat inzicht in komt. Je ziet steeds dat mobile natuurlijk breder is dan alleen maar. En ook in het mobieltelefoon. Bijvoorbeeld over dat het applicatie gebruikt om het sturen van auto's. Of, en de kleding van het gebruik van maken van apps voor applicaties. Het is allemaal niet dat ze hier aankomen, het is leuk om dat te zien. Samenvattend gewoon een hele goede eerste mobile app.